Ik loop al eigenlijk een paar weken met een lied wat God op mijn hart heeft gelegd. En dat vooral een paar regels net had, een ander een paar regels, daar heb ik een paar regels uit. En dat is: ik bid dat u nieuw vuur in mij ontsteekt en iedereen zal zien dat ik mijn Heer met passie dien. Daar ben ik een keer mee wakker geworden en dat blijft zich herhalen op alle mogelijke momenten. En ik dacht van nou, dus ik ga het hebben over wie kan ons de passie geven om de Heer te dienen. Nou, dat is de Heilige Geest. We hebben net hemelvaart achter de rug en nagedacht over dat Jezus naar de hemel ging, naar de Vader ging. En volgende week dan is het Pinksteren. Dan denken we na over de Heilige Geest die uitgestort werd. En de woorden van Jezus, voordat hij werkelijk vertrok, waren van blijf hier, ga nog niet op pad. Ja, je krijgt de opdracht om het evangelie te vertellen, om dingen uit te leggen hoe of wat, maar blijf nog even in Jeruzalem totdat ik de Heilige Geest heb uitgestort. De kracht die je van boven krijgt om dat ook werkelijk te doen. En de discipelen deden dat. De vrouwen gingen ook mee. Maria, de moeder van Jezus, ging ook mee. En ze bleven een aantal dagen gewoon bij elkaar, samen zijn, bidden. Misschien God prijzen, ik weet niet allemaal. Maar in ieder geval, ze wachten op de Heilige Geest totdat die uitgestort zou worden. En toen in één keer, boom, gebeurde daar iets fantastisch. En een week later waren er duizenden mensen tot bekering gekomen. De Heilige Geest is een helper. En Jezus heeft hem verschillende dingen eigenlijk gezegd wat hij doet. Hij wil onze hulp zijn. Hij wil ons de weg wijzen. Dat is ook de reden waarom hij hem uit wil storten op een ieder van ons. Dat we die kracht, die hemelse kracht die Jezus ook had, zullen ontvangen. En daar dat merken in ons leven, in de manier waarop we zijn en gaan in deze wereld. Nou is het vaak zo dat een heleboel van jullie, ik weet niet precies wie wel of wie niet, zijn vervuld met de Heilige Geest. Er wordt hier wel in tongen gesproken of klanktaal. Er worden hier profetische woorden gedeeld. En dat is dan wat je aan de buitenkant ziet. Een heleboel van ons denken, nou, dat is allemaal wel goed hoor, dat hoeft van mij niet zo nodig. Ik zorg wel voor de koffie. En koffie is lekker en koffie is heerlijk, zeker aan het eind van de dienst. Maar God wil ons in alle details van ons leven de Heilige Geest geven en de kracht die daaruit voortkomt. En daar wilde ik eigenlijk vanmorgen aandacht aan besteden. En dat ik heb zitten lezen in de Bijbel van welke mensen die daar nou een voorbeeld van kunnen zijn. En ik heb er twee gevonden en dat is Bezalel. Misschien zegt die naam jullie helemaal niks. Maar dat is er één in het Oude Testament en de ander is Stefanus in het Nieuwe Testament. Nou, waarom deze twee mannen? Zij worden op een bijzondere manier gebruikt, op een praktische manier gebruikt. Ik zag net dat hier aan de achterkant van het gebouw, daar is het een en ander gemonteerd tegen die muur en dat ziet er prachtig uit. Nou, dat is vakkundig gedaan, neem ik aan. Nou, Bezalel was iemand die zijn vak verstond. Ik wil daar gewoon een aantal dingen van lezen. En dan is de eerste tekst die ik met jullie wil lezen. Dat is Exodus 35, vers 30 tot 35. En dat speelt in de tijd dat de Israëlieten dus uit Egypte zijn vertrokken. Ze zijn door de Rode Zee heen gegaan en ze lopen al zo'n 2 jaar rond in de woestijn.
Nou, ik weet niet of jullie weten hoe de woestijn eruit ziet, maar dat is meestal een kale boel, een boel zand of steen. Of, nou, dan denk ik, oh, dat is een tijd. Maar Mozes, die krijgt dan van God een opdracht. En God zegt tegen Mozes, Mozes, ik wil graag bij jullie wonen. En eigenlijk zie je dat vanaf het allereerste begin in de Bijbel al. God bezocht Adam en Eva in de tuin. Hij wilde met ze optrekken, hij wilde dichtbij ze zijn, hij wilde met ze praten. Nou, toen kwam de zondeval, het een en ander veranderde. Maar hier in de woestijn, als dan dat volk op weg is, dan zegt God, ik wil eigenlijk onder jullie wonen. Jullie kamperen hier allemaal, maar midden daartussen wil ik graag wonen. Ik wil bij jullie zijn. Je moet een tent laten bouwen, Mozes. En Mozes krijgt de opdracht om dat te laten doen door Bezaleel. En nou wil ik graag lezen dan verder wat daar staat. In Exodus 35. Mozes brengt dus die boodschap over naar de Israëlieten. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda bij zijn naam geroepen. De geest van God heeft hem vervuld met, en dan komt ik, dan denk ik, dat zou ook voor ons prachtig zijn als we dat hadden, ja? De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis, allerlei vakmanschap om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken. Dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten. Dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk, notabene, denk ik dan. Maar goed, van borduurwerk met blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen. En dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken. Toen dacht ik, dat heeft voor mijn gevoel helemaal niks geestelijks. Ja, ze bouwden dan een tabernakel voor God, zodat hij daar kon zijn. Maar dit zijn puur dingen waar wij iedere dag ook mee te maken hebben. En ik vind het bijzonder dat deze Bezaleel al die gaven krijgt. Ja, meestal ben je of een timmerman, ja, of je bent een edelsmid. Of je bent iemand die breidt en borduurt. Maar niet alles tegelijk. En als ik nou hier zie wat hij dan allemaal moet doen. En tegenwoordig hebben wij allerlei apparaten. Ja. En dat hadden ze toen niet. Dus dan denk ik, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja. Ik vind dat zo bijzonder. En dat God daar werkelijk een paar hoofdstukken aan besteedt in het Oude Testament om dat uitgebreid naar voren te brengen. Zo en zo wil ik het hebben, zo en zo moet je doen. En als je niet weet, nou, ik heb je de geest gegeven, die zal het je wel vertellen. Dan lees ik verder in Exodus 36. Bezaleel en Aholiab moeten alle voorwerpen die voor de dienst in het heiligdom maken. Precies zoals de Heer het heeft opgedragen. Nou valt dat op zich al niet mee. Als iemand een plaatje voor je neerlegt en zegt, zo'n tafel wil ik graag hebben. Dan denk ik van, oh. Ja, deze. Nou goed. Alle die hun vak verstaan en aan wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft, die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen. Hierop riep Mozes, Bezaleel en Aholiab bij zich en alle vaklieden aan wie de Heer wijsheid geschonken had en die graag bereid waren het werk ter hand te nemen. Nou, het is dus wat hij doet. Hij moet een tent maken, hij moet een tafel maken, hij moet een altaar maken, hij moet de ark maken en hij moet de kleding maken van Aaron en de priesters verder. Nou, ik heb een foto gestuurd met de kleding van. Dan heb je enigszins een idee
ik vind dit niet zo'n mooie voorstelling. Ik heb prachtigere foto's gezien, maar in ieder geval, het geeft een beetje idee wat er allemaal mee te maken had. Nou, er staat daarover in Exodus 39, vers 1 tot 3. 1 tot 5. Men maakte de heilige kleding voor Aaron zoals de Heer het aan Mozes had opgedragen. De priesterschort maakte men van gouddraad, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van getwijnd linnen garen. Uit geplet goud werden draden gesneden die vakkundig verweven werden met de blauwpurperen en roodpurperen, karmozijnrode wol en het linnen garen. De beide delen van de schort werden met elkaar verbonden door middel van schouderstukken. De band vormde er één geheel mee en was op dezelfde wijze gemaakt van gouddraad, enzovoorts, enzovoorts. Precies zoals de Heer het had opgedragen. Gouddraad, denk ik dan. Hoe kom je daaraan in de woestijn? Ja, het hele volk had een heleboel goud en sieraden en dingen hadden ze meegekregen. Maar hoe maak je dat? Kijk, je kan het goud in een bak gooien en je kan het smelten. En dan kan je dit ergens in een vorm gieten, maar dan heb je nog geen gouddraad. En als wij dat hier in Nederland doen, dan heb je een wals. Nou, dat doe je even zo en het is wat dunner. Je maakt het wat heet en dan verandert de substantie weer. En dan kan je het weer opnieuw doen. En dan heb je met een mooi zaagje of een of andere snijmachine. Dat hadden ze niet. Dan denk ik, Heer, ongelooflijk. Wij kunnen misschien voor allerlei zaken of problemen of dingen komen te staan. Maar God geeft wijsheid. En dan denk ik, dat is iets van alle dag. Morgen kan je iets tegenkomen dat ik denk, hoe moet dit? Maar God is een geweldig God en de Heilige Geest wordt ons gegeven niet alleen om in tongen te bidden en zo. Hoe geweldig en prachtig en ik zou het niet willen missen. Maar hij komt ook om ons wijsheid te geven en inzicht in allerlei dingen. Of het nou bij jou op kantoor is, of op school, of in de supermarkt. Waar je ook maar bent en waar je tegenaan loopt. God wil je meenemen en je inzicht geven. Nou, dit was het Oude Testament. En ik wil graag naar het Nieuwe Testament. Want er was er nog iemand waarvan ik dacht van, oh, kijk nou wat hier gebeurt. En dat is Stefanus. Nou, die kennen jullie allemaal wel als je een beetje bijbelkennis hebt, dat je weet wat deze man deed. Maar het mooie is dat ze ook, de discipelen, wanneer ze iemand moeten hebben die een aantal zaken onder handen neemt, dat ze ook zeggen, het moet iemand zijn vol van de Heilige Geest. Ze kijken niet in eerste instantie naar, wat kan die man allemaal doen met zijn handen of zo. Nee, is hij vol van de Heilige Geest. Nou, ik wil graag lezen Handelingen 6 vanaf vers 1. In die dagen, dat is dus na Pinksteren. In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat we nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de gemeente. En ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat ze gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. God geeft ons gaven.
geestelijke gaven, maar ook gewone, je zou kunnen zeggen, aardse gaven. Dingen waarin wij iets kunnen laten zien van wie hij is. Ik heb hier staan, wijsheid geeft God. Inzicht, kennis, kracht om te dienen en bijstand te verlenen. Om te onderwijzen, te troosten, barmhartigheid te tonen. God helpt ons daarbij. Als wij vriendelijk moeten zijn tegen iemand die een beetje lelijk tegen ons doet, dan helpt God daarbij. God is een praktische God. En dan staat er in Romeinen 12, wat uitgebreider. Paulus schrijft dat. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, die moet in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Dan komt die regel van dat lied weer bij mij naar voren. Ik bid dat u nieuw vuur in mij ontsteekt. Ik moest van de week, en gisteravond heb ik het ook nog gezien. Kennen jullie dat televisieprogramma van de Repair Shop? Zegt jullie dat wat? Een programma waarin iedereen zijn oude spulletjes die hen heel kostbaar of dierbaar zijn, brengt naar een schuurtje waar dus een aantal vaklieden zitten en die maken het dan weer heel. Gisteravond zag ik een klein stukje, nou een of andere knuffelbeest werd opnieuw opgetuigd en er was een soort banjola of zo, een muziekinstrument, hoe of wat. En dan denk ik, die mensen die brengen dat daar. En dan komen die vaklieden en dan staan ze te bekijken. Ja, dan moet een beetje zo. Ja. Nou, weet je, dat is voor jou. En dat gaat naar de timmerman. En dat gaat, nou, naar twee dames ging het werk voor om die beer weer in orde te krijgen. En hoe van. En ik dacht op een gegeven moment, God geeft ons gaven. We zijn voor de een misschien een timmerman en voor de ander misschien een elektricien. Wij zijn bij wijze van spreken de repair shop van God hier op aarde. We hebben allemaal gaven gekregen. Die we uit kunnen delen, waar mensen van kunnen profiteren, waar iets wat stuk is weer heel van kan worden. God wil ons gebruiken. Wij zijn de instrument in zijn hand voor deze wereld. Misschien is het goed om een heel kort getuigenis te geven van mij. Uit mijn eigen leven. Ik was christen van jongs af aan. Ik weet niet wanneer ik het geworden ben, maar ik hield van God. Toen Wout en ik hier kwamen wonen in 1968, toen kreeg ik een atelier. En daar ging ik werken en dat was het belangrijkste in mijn leven. Exposities enzovoort. Maar toen kwam een Lisbeth van Muiswinkel. Ik kwam hier zo in Berkel wonen en die was vervuld met de Heilige Geest. En ik dacht, zij heeft iets. Zij, dat wil ik ook. En zo kunnen wij allemaal als christenen zijn, als we vol zijn van de Heilige Geest. Want wat was dat ene wat ik graag wilde? Dat was de vervulling met de Heilige Geest. Toen ik een keer vervuld werd met de Heilige Geest, veranderde er wel wat. Exposities waren niet langer belangrijk meer. Nee, God was nummer 1. Hij was nummer 1.
En wat hij zei en wat hij me liet zien, dat werd bepalend. Wout kwam daarna, de kinderen kwamen daarna. Nou, en dat atelier, dat is zo langzamerhand. Ja, het is er nog maar. In diepe rust. God kan je leven ondersteboven zetten. En de gaven die hij jou gegeven heeft, zal hij gebruiken. Hij heeft mij andere gaven gegeven, denk ik. Nooit gedacht dat ik een keer zou preken. Ja? Daar ging mijn verlangen ook niet naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik sta hier wel. God wil ons allemaal gebruiken. Hij heeft ons gaven gegeven. Maar hij wil ons volmaken van de Heilige Geest. Zoals hij Bezalel zei van, ik heb hem uitgekozen om dit te doen. En hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Terwijl dat in het Oude Testament eigenlijk alleen voor bijzondere mensen was. Nou, wij zijn door Jezus ook bijzondere mensen. Hij wil ons vullen met zijn Heilige Geest. En dat doet hij niet één keer. We lezen in Handelingen dat meerdere keren gebeurde. En daarom wil ik eigenlijk zeggen, laat je vervullen met de Heilige Geest. Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan. Hij zal de dingen waarvoor je geschapen bent naar boven brengen. En dat kan zomaar zijn dat je gewoon een vakman bent. Waar zoek je naar op een gegeven moment? Een loodgieter. Dat is een geweldige. Die man heeft me zo goed geholpen. Zo zijn er meerdere dingen. God geeft ons gewone dingen. En buitengewone dingen. Alle twee. En het een vult het ander aan. En daarom doe ik eigenlijk een oproep. Wat ik steeds gezongen heb. Ik bid dat u nieuw vuur in mij ontsteekt. En iedereen zal zien dat ik mijn Heer met passie dien. Ik zou zeggen, als je honger hebt, kom. En laat je vervullen met de Geest van God. Er is niemand anders die jou in jouw leven zo kan helpen, zo de weg kan wijzen, zo Gods liefde kan laten voelen en zo jouw gave tot ontplooiing kan brengen als de Geest van God. Amen.